I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, hey. Been holding it in for a while, hey. Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. Jose, Jose. Ik moet heel erg zachtjes praten, want Hans is aan het slapen. Maar yes! De scriptie is af. En het is super licht al buiten. Kijk. Ja, nu lijkt het helemaal licht. Maar kijk, oh kijk. We hebben het echt licht zien worden vannacht. We zijn allebei opgebleven. Hans is net een half uur of een uur geleden gaan slapen. Want ik wilde nog even snel snapshots schrijven. Want het is vandaag dus zondag. En morgen komt altijd op de site komt altijd snapshots online. Een artikel waarin ik mijn week bespreek. En die wilde ik nog even snel schrijven. De printer die maakt nog overuren. Die is echt zoveel aan het printen nog steeds. Die is echt wel heel erg lang bezig. En ik ben echt moe. Ik ben zo blij. Ik twijfel nog een beetje of ik moet gaan slapen of niet. Want ik ben klaar wakker. En ja, word ik dan straks niet vermoeider wakker en zo. Ik weet het niet. Maar ik merk ook dat ik niet meer goed kan denken. Ik ben heel erg... Maar ik ben blij. Wat heerlijk. Oh, het is heerlijk om zo'n taak van je to-do-list af te kunnen schrijven. Zo'n grote taak. Oké, ik ga slapen. Het is nog 2 uurtjes. Hoe laat is het? Het is 7:15. 7:45, 8:45. Ik ga om 9 uur denk ik de wekker zetten. Sorry nog heel even. Het is echt heel gek dat het gewoon weer licht is. Ik ben nog nooit van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg gewoon wakker gebleven. Dat is met een of ander volleybaltoernooi of iets. Maar dat was dan binnen. Maar nu, want wij hebben niet echt donkere gordijnen. Dus nu maakte ik het echt mee dat het donker werd. Dan om 4 uur gingen de vogeltjes fluiten. Toen het licht. En nu is het gewoon licht. De dag is alweer begonnen. Ik heb dit dus echt nog nooit meegemaakt. Ik bedoel, ik ben wel 's nachts eruit gegaan om te gaan vliegen of zo. Het vliegtuig. Maar niet zomaar buiten. Oké, ik word flauw. Ik ben echt heel erg moe. Maar dit heb ik gewoon nog nooit meegemaakt. Ik vind dit heel raar. Gewoon de dag weer is begonnen. En ik voel me hartstikke fit. Fitter dan normaal als ik wakker word. Hey, Lily. Hey, het is al 9 uur. Grapje. Grapje. Ja. Het is 7:15. Je dacht dat we eruit moesten, hè? Kutje. Ik weet niet waar ik mee te maken heb. Ik hou van jou. Kom. Kom ook met je. Goedemorgen, 2 uur later. Ik ben even snel onder de douche gestapt. En... make-up opgedaan, zodat ik er niet zo bleek uitziet. Maar ik ben echt super moe. Echt. Ik twijfel of ik niet beter had wakker kunnen blijven. Anyhow, het is nu 9:30. Dus we gaan weer snel ontbijten. En dan was de speer naar school. In leven. We're here. Hans. Wat? Bord. Oh, fuck. Ja, precies onze auto er precies achter. Oh shit, wat gaan we nou doen? We zijn maar heel even op school. Het punt is een beetje, hè? Er is nergens anders schaduw. Ja. Kijk, er is overal zon. We waren zo blij een plekje te vinden met schaduw. Ja, goed. Weer hier, Hans, kan je het geloven? We gaan vandaag de scriptie leveren. Ja! Nou, we moeten nog een keertje terug, maar... Volgens ja. Eigen eindgesprek en zo en alles. Maar het is een beetje de laatste keer. Oh, heerlijk. Echt heel erg fijn. Ik voel het ook een beetje voldaan nu. Ja. Voor het eerst. Niet meer. Nou ja, ik denk nog, ik moet nog een toets maken. Ja, hij moet nog een toets. Ik heb alles al gehaald, maar hij nog niet. Ja, je hebt slimme mensen. Je hebt iets minder slimme mensen. Kijk, en dan laat ik in het midden. Precies. Je kan ook te slim zijn dat je daardoor je toets niet haalt. Precies. Dat je alles zo filosofisch ziet. Ja. Maar goed, we zijn er dus. Hans, voel je zenuwachtig. Dit is een moment supreme. Ik wil Sifra bedanken. Ja, hij heeft geen naamwoord geschreven. Ik heb heel leuk een naamwoord, maar hij niet. Oh, wacht. Oh, sorry. Ja. Ik laat even snel Hans. Dit is mijn scriptie.
Wacht even. Dit is mijn scriptie. Dit is Hans' scriptie. Ik heb duidelijk iemand van minder stof. Ik heb gewoon minder stof nodig om top naar mijn put te komen. Oh ja, dat is het zeker. En hij heeft een hele mooie kleur Microsoft Word blauw gekozen. Blauw. Hoe kan je dan? Match daarbij, of niet? Oh nee. Nee. Ze zeiden, welke kleur wil je? Ik dacht, nou, het is een beetje blauw met titel, doe maar blauw. Dus ik vind dat is echt zeg maar met dit blauw. Ik had rood gekozen en daarna zei iemand, ja, rood voor een scriptie kan toch niet, hè? Degene die achter stond zet. Er zit wel te veel ruimte bij ons. Terwijl zij nog, haar boekje is echt helemaal dikker nog. Ja. Ze zijn hier nog heel erg aan het verbouwen op de CE. En nu hebben ze een tijdelijke, hoe noem ik dat? Tijdelijke supermarkt, een tijdelijke kantine. En we hadden best heel groot. Ja, nee. En, maar dit voelt zo Ghanese. We zijn dus in Ghana geweest. Maar echt. Die ventilator. Die ventilator maakt het even. Ja, die ventilator die doet het. Oh, en het is hier. Hans, het is hier ook echt heel warm. Het is hier ook Ghanese warm. Oh, echt? Wel gave krukken. Oké, ze hebben even iets. Wat leuk. Ze hebben ook for to go. Ja. Zie je dat? Wat leuk. Sifa. Ik denk dat ik geen stroom wil nemen. Oh, pas op. Lekker. Lekker hier zitten, joh. Het is zo leuk. Zo'n boomding. Dit is een hele mooie boom. En met zo'n grasveldje eronder. Sifra wilde in de zon zitten en Hans wilde in de schaduw. Dat kan precies. Sifra zit nu in de zon. Hans zit in de schaduw. Hé, hey, dit is mijn broodje. Blijf van mijn broodje af. Ik heb wel hier zo'n uibroodje. Oh, lekker een uibroodje. Daar hou je ze van ui. Ik vind dit wel heel lekker. Oh crap, ze vinden het heel lekker. Ik ga er nog eentje halen, denk ik. Gaat niet goed anders. We hebben Charlie even in de auto achtergelaten. Is hij echt lekker? Ik wil op de maal. Oh, ik ga even snel ingrijpen. Oké, doe je ogen dicht. Nee, niet je handen voor je ogen. Je ogen dicht en je handen open. Even kijken hoor. Oh, ik denk het. Zit het laatste gat van jou heeft. Doe je ogen maar open. Je wist het stiekem al. Ik had het stiekem gezien. Ja, hij heeft het vanochtend gezien en dat vond ik echt niet leuk. Zo leuk. Ik zei, je krijgt het cadeautje niet meer. Ja, ik dacht echt, nou, je doet maar. Ik krijg het maar niet. Sifa. Je moet even vertellen wat het is. Sorry, mag ja. Ik kan beter laten zien. Het is een handyman tool en er zit een... aan je sleutel. Ja, een heel klein mini zakje. Een wirecutter, een hamer, een mes, alles. Maar je ook een wirecutter, dat is wel handig. Ja. Maar Hans, ik heb het gekocht van je omdat je me echt ontzettend veel hebt geholpen met mijn studie. Je hebt me echt heel veel geholpen met mijn scriptie, ook me er doorheen geholpen. Want ik heb er echt af en toe echt tot tranen toe heb ik geprobeerd om mijn studie, of om mijn scriptie te halen. En elke keer werd het weer afgewezen en zo. En je hebt me de afgelopen tijd echt heel erg veel erin gesteund. En ik denk niet dat ik zo snel, ik denk dat ik een afstudeerronde later anders was afgestudeerd. Dat denk ik oprecht. Ja. Dus denk ik ook. Dat denk ik, dankjewel. Daarvoor. Maar ik heb niks voor jou. Ik wist niet dat dit, zeg maar, dat dit een ding was. Dat nee, je dat hoeft toch helemaal niet. Cadeautjes, zeg maar. Dat is maar, heel erg. Hoezo? Denk, oh, maar je hoeft toch niet altijd... Moet ik bloemen voor je gaan kopen? Oh ja, pionnen. Ik ga bloemen kopen. Nee. Maar hey, Hans. Nee, maar ik weet serieus, we hoeven niet altijd toch cadeautjes voor elkaar allebei te hebben. Ja, het is ook wel leuk dat ik af en toe een cadeautje heb en dat jij ook af en toe een cadeautje hebt. Ja. Oh. Ik heb wel een heel lelijk uitgebrand bloemetje voor je. Oh. Die mag je wel van me hebben. Dankjewel. Dat je mij ook zo... Maar serieus, het is wel vice versa. Want ik zat ook op een gegeven moment dat ik echt dacht, oh, dit gaat echt niks meer worden. Ik kan net zo goed stoppen. Dus als Sifa ook mee, je moet gewoon, als het niet werkt, dan moet je plan herzien. Dan moet je er maar iets anders van maken. Ja. Toen gedaan. En nu is het ingeleverd. Ik bedoel, we hebben nog geen voldoende. Dus misschien is het allemaal maar ik heb net niet genoeg gedaan om iets te krijgen. Dat is het ongeveer. Weet je, ik schrijf uren dan. Maar ik ben niet aan het foto. Oh, ik ga hier op staan. Ja, kijk. Ik dat is het nadeel van ons. Ik wil hem heel graag openmaken. Ja, ik heb zelfs geprobeerd, Hans. Ik om open te maken zonder dat het zichtbaar is. Ja, en toen... Je houdt vast, dan maak ik hem open. Toen stopte ik daar. Maar serieus, hoe vaak gebeurt het wel niet dat je iets nodig hebt? Ja, dat is stom, hè. Zitten mijn tie-rapjes vast. Wat heb je daarvoor nodig? Een wirecutter. Wow, Hans, ik vind het wel echt serieus super knap van ons. Want met 2 uur slaap, jij 3 uur of niet? Of heb je ook 2 uur geslapen? Nee, ik volg mij 3 uur, jij 2 uur. Doen we het echt heel erg goed, want we zijn net we zijn de hele dag op school geweest en ik heb nog met een vriendinnetje daar afgesproken. Toen daarna zijn we naar zijn zus geweest, mijn schoonzus, mijn lieve schoonzus. En nu gaan we nog naar mijn broer toe. En vanavond komen we naar jullie. En vanavond komen we naar jullie. En naar jou, en naar jou, en naar jou. Charlie,
Hij was echt om de hoek. Maar ik ben heel erg benieuwd. We gaan dus nu naar mijn broer toe. En die heeft katten. 2. En ik ben heel erg benieuwd hoe die reageren op Charlie. Charlie heeft nog nooit echt een kat van hem bij gezien. Nee. En we hebben donuts meegenomen. Ga ik wel. Wacht even heen lopen. Oké. Okay. Oh, dit is helemaal niet interessant. Hé, hey, wie ben je ook weer? Dit is Mattie. Wie is het? Is het Mattie of? Het is Mattie, ja. Kijk aan die rug. Charlie. Alle katten worden hier bang. Hey. Fluister. Hey, dat doen we hier niet. Wat grappig, ik dacht dat ze wel zouden uithalen. Charlie. Oké, dit is echt zo grappig. Mijn broer heeft dus hier zijn kattenbak voor de katten. En daaronder ligt 2 kleedjes. Maar kijk dan dit. Dit is een wc-verfrisser, echt waar. En als er dus een... Ik weet niet of je het ook met Charlie doet. Maar als hij er langs loopt... Hij vindt maar dit. Nee, dat gebeurt niet. Oh, jammer. 20 minuten. Oh, shit, dat duurt dus 20 minuten. Maar dan gaat hij dus... Oh, wacht. Ik trek wel even achter het kampje. Ja, kijk. Maar als de kat eens voorbij loopt, dan is het gelijk fris. Ik vind het echt super slim. Ik zei al, ik wil zoiets fysiek hebben. Ja. Voor ons wc, gewoon. Nou ja, goed. Hè? Ja. Nou goed, oké, we gaan er vandoor. Yes. Charlie, kom, we gaan. Terwijl... verstopt zich altijd. Wat zeg je? Zit naar zijn pyjamabroek, verstopt zich altijd. Oh, ons even mijn pyjamabroek aan het halen. We wilden lekker even... Hans, dat is een boxer! Woe! Ja, heel mooi. Maar Hans pakt even onze pyjamabroeken, want we gaan lekker film kijken. Hans heeft een film op de tv aangezet. Hans heeft lekker gekookt. Mijn goddelijke benenfilm. Oh, sorry, wacht even. Hans heeft lekker gekookt. En terwijl Hans aan het koken was, heb ik snel een filmpje opgenomen. Ik zat ontzettend moe op, want ik net zo moe als wat ik nu dus ben. Want ik heb dus bijna geslapen. Ja. Maar dit filmpje heb ik opgenomen voor... Bloggers Network en ik monteer altijd in Final Cut Pro. Dankjewel. Ik volg jouw site ook heel graag, dat weet je wel. En ik vind het vooral heel erg leuk de laatste tijd om jou. Nou, dat en meer dus in het filmpje van Blogging Networks. Dat is een YouTube kanaal en daar, daar ben ik genomineerd door een andere blogger. En ik mag dan weer een andere blogger nomineren en dan krijg je een soort estafette van bloggers. En ik vind het heel erg leuk. Dus ik heb net een filmpje opgenomen, want eigenlijk had ik die gisteren al in moeten leveren. Maar door mijn scriptie is dat een beetje vergeten. Dus ik heb hem nu net heel snel opgenomen. En nu gaan we lekker eten. Wat heb je gekookt? Ik mocht niet helemaal beginnen. Ik heb pasta. Hans heeft onze pasta. Hans heeft onze pasta. Gisteren heb ik gekookt voor twee... Ik ben een man, oké? Ik kan niet alles weten. Ik ga toch jou ook niet uitlachen als je mijn boormachine verkeerd gebruikt, hè? Ja, maar toevallig ben ik een vrouw die weet hoe dat moet. Dat wij wel eens zien. Gisteren had ik een pasta gekookt en ik had expres, nou niet expres, maar wel een beetje gekookt voor 2 dagen. Zodat als we vandaag heel moe zouden zijn, dan hebben we lekker een maaltijdje klaarstaan. Maar wat heeft Hans gedaan? Die heeft gisteren alles in de keuken gezet. En ik heb dat niet gezien, maar hij heeft de pan met pasta en met allemaal verse producten, heeft hij op het aanrecht laten staan een hele dag. Terwijl het echt bloedje heet wordt in onze keuken. Dus dat eten was echt niet meer goed en dat hebben we weg moeten gooien. Maar gelukkig kan Hans altijd koken en kan hij altijd even invallen. Invallen is mijn specialiteit. Ja. Ja. Dus ja. En ik heb een grapje al heel vaak gemaakt. Ze zeggen altijd ga je vloggen als ik ga koken. Ja, en dan is het altijd friet. Ja. Ik zeg niet dat we nu friet eten hoor. Maar het is altijd friet. Maar blijft het friet, Arie? Want ik zie alleen nog maar frikandellen, kaasvlees en kroketten. Wow, Hans, komt er een heel gezin eten? Komt er een heel gezin eten? Ja. Oh, je hebt mijn bril neergelegd op mijn bord. Ja. Oh, dat is zo cute. Dat is echt zo lief. Goed. Ja, kitty bye. Fijn dat je jezelf even betroetelt. Oh, Hans. Oeps.
Mijn hond loopt in de weg. Zo, nogal. Oops, sorry. Tjonge. Maar het is ook echt zo. Charlie deed het ook echt zelf. Ja. Mag ik ga er wel onderuit anders, of niet? Ik heb al last van benen. Oh, ik ga even wandeling maken. Oh, zo lekker. Misschien verkopen ze nog wel ijsjes bij de ijshallen. Maar het is al best laat. En ik weet, in de zomer zijn ze tot 9 uur open. En misschien, zeg maar, het is nog niet echt hoogseizoen. Dus ik ben bang dat ze al 8 uur dicht zijn. Oh, we gaan het zien. Dat is slim. Ja, ik wilde zeggen, van het is spannend of de ijskamer open is. Inzoomen. Of ben je aan het inzoomen? Als het ijsje buiten staat, dan is het open. Zien jullie een ijsje? Hier een ijsje, wel. Ja toch, dat is toch een ijsje daar? Oh nee. Ik kan het zelfs op de camera, kan ik het niet zien. Ja, ik heb mijn bril niet op. Oh, boe. Onze favoriete, oh daar ligt het ijsje. Knock-out. Ja. Hij ligt helemaal knock-out, boe. Oh. Oh. Nou, dan gaan we hier maar zitten. Tot morgenochtend wachten. 8 uur gaat hij open, denk ik. Ja. En we zijn weer op onze bekende mooie plekje. Oh, dat bord neem ik niet bij in beeld, want dat verpest het echt een beetje, dat bord hier links. Dat is een beetje zo. Oh ja, kijk, daar is Charlie. Zal ik eens even inzoomen en kijken wat hij doet. Wat is hij nou stiekem aan? Oh, daar komt hij. Ah, schatje. Jammer dat je morgen geen vrij hebt. Ja, stom. Ik zei ook tegen Sifa, het zou echt perfect zijn als ik morgen vrijdag had. Ja, dat zou kunnen. Dat was echt perfect geweest. We zaten net tegen elkaar te vertellen. Het is toch bizar, we zijn gewoon nog een scriptie af. We kunnen het niet geloven. Het is zo ontzettend snel gegaan. Heel onwerkelijk. Ja, dat het heel onbewust is gegaan. Dat we er niet helemaal bewust met ons hoofd bij waren. Dat we nu in één keer denken, onze scriptie is gewoon af. Daar zitten we al een jaar allebei tegen aan te hikken. Ik zei tegen Sifa, dat komt ook omdat we zijn alleen maar bezig geweest met die scriptie maken. En tot die deadline komen. Nu is die deadline geweest. En dan opeens leeg, zeg maar. Het is in één keer weg. Ja. Het is net zo alsof je naar iets moois toe leeft. Een concert of zo. Oh, dan ga je naar het concert. En aan het einde van het concert is het opeens pats. Ja. Is alles weg. En dat is zo, niet dat ik nou toeleefde naar mijn scriptie, maar wel. Nee. Het is echt opeens pats, boem, weg.